Alex, wij moeten het zo groot mogelijk balletje worden. En degene die het grootste wordt, die wint. Alleen, we kunnen elkaar ook opeten. Dus ik ga jou opeten. Oh, wow, nee, wow, nee, wacht eens even. Nee. Ik kan jou nu opeten. Nee, dat weet je wel. Oké, jij bent groter. Het idee is dus dat die hele grote balletjes ons kunnen opeten. Dus daarvoor moeten we uitkijken. Oh. Wat? Zoals ik? Hoe ben jij opeens zo groot geworden? Ik ben ook zo groot worden. Je kan een daily reward claimen. Een daily reward? Ben ik mega. Let's go. En nu ben ik weer. Jesse ging letterlijk in mijn mond. Ja, ik wou jou opeten. Ja, ik was net een stukje groter. Laten we eerst proberen zo groot mogelijk samen te worden. En daarna gaan we vechten met elkaar, ja? Dat vind ik wel leuk. Oké, dat is een goed idee. Ik heb weer een daily gift. Dan ben ik in ieder geval weer thuis. Oh, je kan ook aan het wiel draaien. Oh, inderdaad, die ga ik ook doen. Oh, misschien draag ik er wel een hele grote grootte bij. 10.000! Heb je 10.000 erbij gekregen? Dit meen je niet. Nee, niet. Yep, ik ben mega. Hey, Jesse. Niet mee opeten. Oké, ik heb een idee. Het is misschien een beetje vals spelen. Maar ik ga keer 2 speed kopen. Want dan kan ik namelijk iedereen opeten. Dan ben ik super snel. Dan ben je echt mega snel. Ik heb nu ook speed, maar dat is omdat ik hem heb gevonden op de grond. Oké, kijk, ik kan nu die opeten. Alex, waar ben jij? Nee, jij bent veel groter. Ik ben nog steeds groter dan dat jij bent, Jesse. Pas maar op. Hoe gaan we ooit die eerste verslaan? Hij is 900.000 groter. Dat is echt heel erg groot. Ik denk dat we gewoon echt heel veel kleine mensen moeten gaan opeten. Oh, dat ben je al mee bezig, zie ik al. Ja, ik ben alle kleine aan het opeten. En als ik groter ben, kan ik ook jou opeten, want jij hebt geen speed. Ja, maar dat wil ik niet. Ik wil niet dat je mij opeet. Jawel, ik ga jou wel opeten. Waarom ben ik zo langzaam? Het is zo moeilijk om eruit te komen als megabal. Alex, ik heb weer een gift, maar ik ga het pas open als ik zie dat 100 mensen deze video hebben geliked. Dat zijn er zoveel! Nee, dat zijn er niet veel, want het is al gebeurd. En nu... Wow, zo snel! Jij bent nog steeds veel groter. Dat is echt niet leuk. Jup, en dat terwijl jij echt veel sneller bent dan dat ik ben. Dat is echt maf. Er zijn wel echt heel weinig mensen hier. Dat is wel deze jammer. Politieagent zit de hele tijd stil hier. Waarom staat hij stil? We moeten hem gewoon pakken. Maar alleen er zijn heel weinig mensen om op te eten. Als je hem pakt, dan heb je het spel echt uitgespeeld in één keer. Nou, misschien moet ik jou straks opeten, want verder valt er niet echt heel veel te eten. Oh, ik zie in de verte iemand. Die is echt heel groot. Die is 12.000 groter. Waarom zou je mij ooit willen opeten? Omdat jij groter bent. Jij staat tweede en ik wil uiteindelijk eerste zien te worden. Dus dan moet ik jou ook opeten. Ja, maar dan ben ik echt mini. Maar misschien is dat ook een manier van samenwerken. Als jij gewoon ook heel veel verzamelt, dan eet ik jou op. En dan ben ik zelfs groter dan die ene. Dat lijkt mij geen goed idee. Dat lijkt me ook geen goede manier van samenwerken. Jawel. Ik heb weer iemand opgegeten. Ah, ik wou iemand opeten, maar hij is voor mijn neus geliefd. En er valt niemand om op te eten. Ik kan weer een nieuwe gift openen. Kan je een nieuwe gift openen? Ik heb helemaal geen gift. Ik ben nog 3000 stukjes groter. Ik moet dan wachten. Je kan ook geld verdienen, hè? Dan kan je skins kopen. Hoeveel geld heb ik? Ik heb net een skin gekocht, alleen ben ik nog steeds een gele bal. Ik ben nu een hele lelijke grijze bal. Oh, ik ben een kip! Ben je een kip? Want deze is voor mij, Alex. Ik ga hem opeten. Let op. Ik ben een mega kip. Die heb je echt snel opgegeten. En nog steeds ben ik groter dan dat jij bent. Niet mij opeten, alsjeblieft. Oh! Hij heeft zijn skin veranderd. Hij is nu een grote gele bal. Wow, hij is een pompoen. Zag je dat? Inderdaad, hij is helemaal klaar voor Halloween, lijkt het wel. Een Halloween pompoen. Oh, ik kan weer aan het wiel draaien. Wat ga ik krijgen? Ik zie hier dus iemand in het midden staan die echt best wel groot is. Jesse, je bent groter. Oh, je hebt hem opgegeten. En nu is hij niet meer zo groot en ik ga jou opeten. Nee, laat me met rust. Oké, dat is misschien een beetje zielig. Ik heb wel weer een gift. Dan krijg ik 4000 euro erbij. Hoeveel geld dat heb jij? Dat is zoveel geld. Hoeveel geld heb jij nu? Je kan dus blijkbaar ook met eurotjes die je verdient in het spel allemaal potions kopen. Ik heb nu 1500 euro. Dat is niet heel veel. Kan je... Ja, maar dat kost 100.000. Dat is echt heel duur. Het kost echt super, super, duper veel geld. Ik kan deze kopen. Dan krijg ik 5 keer mijn size erbij. Oké, die moet ik sowieso hebben als ik eerste wil worden. Het is wel weer heel veel Robux, dus ik alsjeblieft. Ik wil een kill maken, maar deze kleine schildpad, die heeft de hele tijd een shield op hem. Een shield op... Oh, pak die voetbal. Nee, ik wil hem die pakken. Is echt mega. Ik wil hem... Oké, wie dus eerste is? Ik ga hem opeten. Oh ja, maar dat is oneerlijk. Jij bent een stuk sneller. Ja, kijk maar uit voordat ik jou opeet. Oké, deze kleine kan ik niet eten. Die heeft de shield en... Deze dan opeten. Die heeft een schild. Ik ben al bijna 100.000. En ik heb ook wat gekocht, zodat ik nog meer snelheid krijg. Of niet nog meer snelheid, maar nog groter wordt. Jesse, er is iemand gekomen die een stuk groter is dan dat jij bent. Dat is een mega voetbal. Hoe kan hij hier komen en meteen 100.000 groter zijn? Dat weet ik niet. Alex, kijk uit. Dat weet ik niet. Alex, achter je zit hier. Oh nee. Hele grote. Hij is tot leven gekomen. Kan ik nog meer dingen kopen? Ja, potions. Maar dat kost echt heel veel geld. Dat ga ik niet doen. Ik ga deze kleine bal eten. Oh, Alex, nee. Kijk uit. De kleine bal is opgegeten door de grote bal. Iedereen zit achter jou aan, lijkt wel. Ja, waarom?
Nou, niemand kan mij pakken, omdat ik namelijk super snel ben en misschien een beetje heb vals gespeeld met die Robux. Ja, die mega voetbal, die kun je anders best wel graag opeten, volgens mij. Ja, maar je kan mij niet opeten, omdat ik veel sneller ben. Ik kan weer aan het wiel draaien. Kan jij dat ook? Nee. Ik kan pas weer over 3 minuten aan het wiel draaien. Ik heb een potion unlocked. Wat voor potion heb je? 2 keer de grote potion is nu beschikbaar in de winkel. 2 keer de grote? Oh, dan word je 2 keer zo groot. Dan ben je groter dan dat ik ben. Nee, dan ben je niet groter dan dat ik ben. Hoe werkt dat? Ik moet hem vinden in de store, stond er. Of in de shop. Nee, ik weet niet hoe dat werkt. Oh, ik kan hem gebruiken wanneer ik wil. Weet je dat ik wel weet dat ik deze ga opeten? Kijk. Misschien kan ik hem beter gebruiken nadat ik iemand anders heb opgegeten. Hoezo? Oh, dan word je 4 keer zo groot. Dan moet je eerst iemand... Alleen zijn er echt heel veel mensen hier die allemaal groter zijn dan dat ik ben. Maar niet groter dan dat ik ben. Ik heb ook weer een gift. Dus weer 8000 groter erbij. Let op, ik ga deze opeten. Maar Jesse, laat me alsjeblieft die ene eten. Ik heb ook honger. Deze heb ik opgegeten. Kijk, Alex. Nee. Kijk wat ik ga doen. Oh nee, dit is wel een risico. Kijk uit voor die grote, die andere grote. Dit is allemaal. En nu kan ik ook weer een skin kopen. Ik heb namelijk 200.000 geld. Oh, daar kan ik ook wat anders mee kopen. Die voetbal is weer gespand en die is weer heel groot als ik nu een stuk groter ga worden. Oeh, zo, ik heb dubbel de size potion gegeten, maar ik ben niet dubbel zo groot. Ik heb hetzelfde gedaan. Ik heb die namelijk gekocht voor 100.000 euro. Ja, maar ik heb ook niks gekregen. Hij werkt bij mij. Misschien krijg je nu 2 keer zoveel groter bij als je al die kleine balletjes opeet. Oké, dat is misschien inderdaad ook wel zo, maar daar heb ik niet heel veel aan, want ik was net onderweg naar die voetbal. Eindelijk weet ik wel zeker. Ik heb dit makkelijk geworden, maar misschien is het ook wel een beetje vals spelen doordat die Robux uitgeven. Laat ook een keer wat eten over voor mij, ja. Ja, oké. Ga jij me daar al het eten pakken, dan pak ik hier al het eten wel. Oh, die grote zit achteraan. 50.000 stukjes groot. 50.000? Yep, ik ben mega aan het worden. Ook al ben jij 400.000. Ik weet niet of ik dat ooit... Ah, dat ga ik wel inhalen. Let maar op. Misschien moeten we samenwerken. Als er nou een hele grote is, dan ga ik hem bang maken. En eet jij hem erna op, ja? Oké, dat is goed. Alleen deze van 100.000. Betekent dat ik wel het lokaas ben? Ja. Hier, let op, ik ben hier een pompoen aan het opeten. Als ik eruit bij in de buurt kan komen. Jawel, kom. Kijk. Nu kun je ze opeten. Pak ze. Ja, lok hem. Pak ze. Hij kan geen kant op. Ik doe mijn best om hem op te eten. Hij kan geen kant op. Nou, weet je wat? Ik eet ze wel op. Kijk uit voordat ik jou opeet. Ja, Jesse, laat hem met rust. Hier, hop. Nou, heb je hem? Ik kan hem niet opeten. Alex, je bent veel te sloom. Ik ga deze opeten. Harry de Hulkie. Die is 150.000 groot. Dit is echt perfect. Holy Hallo. Moly, ik kom maar niet bij hem in de buurt. Alex, ik heb echt een hele grote opgegeten. En ik ben bijna de grootste van iedereen. Dit is echt perfect. Oké, maar let op. Zie jij die voetbal daar? Wow, Jesse, je bent niet meer de grootste. Oh, dit meen je niet. Ik wil die skin ook. Die is cool. Oh, nee. Jesse, kun je me redden? Ik ga jou redden. Er zit een planeet achter me aan. Nee, Alex, ik kan je niet redden. Je moet die voetbal opeten. Ik doe mijn best, oké? Hij staat hier namelijk toch stil. Pak hem. We moeten hem insluiten. Dat is echt perfect. Ik kan trouwens weer een gift openen. Als jij me nou een beetje kan helpen, dan kan ik ook een keer een stukje groter worden. Ja, ik doe mijn best. Ik open even de gift, krijg ik weer wat geld erbij. Oké. Ik ga je helpen. We gaan hem insluiten in de hoek, ja? Dat is echt perfect. Dat is zo'n slim idee. Hij kan geen kant op. Dit is echt perfect. Oké, er zijn wel... Oh, nee. Oh, nee. Nou, dan ga ik hem lekker opeten. Ik ga je redden. Ik ben niet meer zo snel. Waarom ben ik niet meer zo snel? Ik dacht dat ik snelheid had gekocht, maar het doet het niet meer. Ofwel, het doet het wel. Je hebt hem. Wow. Hij is 10 miljoen grote. Hoe is hij 10 miljoen? Hoe is hij 10 miljoen grote? Hij heeft sowieso ook Robux uitgegeven. Of hij heeft iets aan het wiel gekregen. Ik krijg ook weer wat uit het wiel. Wat heb ik? Misschien heeft hij het wel gekocht. Je weet maar nooit. Ik heb nog nooit iemand zo groot gezien. Ik heb een vraagteken potion. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik heb het gekocht. En ik ben nu echt heel erg groot. Hallo, ik ga weer even iemand opeten. Je bent groter dan 1 miljoen, Jesse. En over 1 miljoen gesproken. Ik heb 1 miljoen euro. Dus misschien moet ik even een skin kopen. Want de skins die ik nu heb zijn echt heel erg lelijk. Jij hebt 1 miljoen euro en ik heb maar 26.000 euro. Het verschil moet er zeker wezen. Ik ben super rijk en daarom heb ik ook een rijke meneer skin aan. Ja, dat blijkt maar weer. Wacht, je moet hem pakken. Pak hem. Oh ja, nee, kijk uit. Dan dat ik ben. Kijk uit. Jij hebt de hele tijd zoveel pech. Ik heb echt heel erg veel pech. Ik ga jou redden, ja? Ik ga hem opeten. Wacht, ik kan aan het wiel draaien. Misschien word ik wel 5000 groter. Wacht, ik kan hem opeten, Jesse. Eet hem op. Sluit hem in. Ik kan het doen. Hij kan geen kant op. Let's go. Oké, dit is echt perfect. Nu ben jij tenminste ook een beetje groter. Anders is het ook zo zielig. Ik heb 100.000 euro gekregen omdat ik hem heb opgegeten. Oh, misschien kun je ook een andere skin kopen. Want die kippenskin is echt heel lelijk. Nou, volgens mij kan ik hiermee een potion kopen. Een potion?
Oh nee, dat kan nog niet. Ik kan alleen maar de 2x size potion kopen. Die hele grote zit me een beetje in het hoekje te drijven, Alex. Red mij. Oh nee. Red mij. Nee, 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 nee. Hij is echt heel groot. Oh nee, ik heb een probleempje. Hij gaat mij opeten. Ik denk echt dat hij mij gaat opeten. Yes, hij is inderdaad wel een heel stuk groter als dat jij bent. En hij is ook veel sneller dan ik ben omdat hij Robux heeft uitgegeven. Dit is echt heel oneerlijk. Ik heb nog iemand opgegeten. Alex, het gaat even niet om wie jij opeet. Het gaat erom dat ik niet word opgegeten. Nou ja, stel jij wordt opgegeten en je wordt weer klein. Betekent het wel dat ik kan winnen van jou aan het einde van het spel? Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Want ik ga misschien jou nu wel opeten. Wow, wow, wow. Wacht eens even, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik kom eraan, ik ga jou even lekker opeten. Jesse, laat me alsjeblieft met rust. Ik wil deze voetbal hier eten. Kom, we gaan samenwerken. Hoe groter jij wordt, hoe meer punten ik krijg als ik jou straks ga opeten. Dat is echt perfect. Dus dat is de enige reden waarom je mij helpt. Ik dacht dat het was omdat we vrienden waren. Nee, we zijn we ook. Alleen, ik heb gewoon heel veel honger. Ik ben een hele grote bal en die grote ballen hebben honger. Ja, Alex, ja, wat doe je nou? Zoek het lekker uit. Ik ga lekker de hoek in hier zo. Maar Alex, ik help jou hè, met deze voetbal. Omdat zat je hem nu kunnen opeten. Nu kan het niet meer. Ik heb een mega schild geclaimd en daarmee ga ik nog iemand opeten. Alex, draai je om. Eet die voetbal op. Oh. Eet die voetbal op. Anders moet ik hem eten. Maar ik ga er nooit op tijd komen, denk ik. Schiet op, die grote stachtemaan. Ik doe mijn best. Nee. Nee, 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 nee. Alex, je loopt in de weg. Ik zou oppakken. Pas zij wil je pakken. Alex, je rolt in de weg. Je rolt in de weg. Die hele grote komt eraan. Ja, hij zit nu ook. Ik voel hem helemaal adem in mijn nek. Ja, ik voel hem ook adem in mijn nek. Misschien moet ik jou gaan opeten. Nee, 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 nee. Laat me met rust. Ja, maar ik moet jou opeten om die grote te kunnen verslaan. Oké, pak die voetbal. Ik ga jou opeten. Jesse! Alex, ik ben nog steeds lang niet groot genoeg. Die grote bal die gaat me echt opeten. Dit vind ik echt niet leuk. Hij is een vals speler. Ik heb wel heel veel geld. Dus ik kan nu een skin kopen. En dat is... een politieskin. Ja, hartstikke leuk voor je, Jesse. Ik ben letterlijk een minikip. Ja, sorry. Meneer, u bent aangehouden. Absoluut niet mee opeten. Meneer, dit is niet toegestaan. Oh, nee. Nee, dit was heel dom. Dit was heel dom. Alex, ik heb die meneer een beetje uitgeraagd en nu ga ik opgegeten worden. Oh, maar je bent wel echt mega groot. Ja, ik ben groter dan hem, maar toch eet hij me op. Alex, help mij. Alex, je moet me helpen. Alex, help mij alsjeblieft, ja? Ja, hoe moet ik je helpen? Ik ben een balletje van 500 groot. Dat weet ik niet. Hij is me aan het opeten. We zitten letterlijk in elkaar. Ik kan niks meer voor je betekenen, Jesse. Helemaal niks meer. Alex, hij kan mij niet opeten. Dit is echt perfect. Betekent dat dat ik nu heb gewonnen, dat hij mij niet kan opeten? Nou ja, je hebt mij nog niet... Oké, je hebt mij wel opgegeten. Maar dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Want dan wil je zeker niet missen. Dus gaan weg in 3, 2, 1...